Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag heb ik, misschien heb je ze al zien rijden, een paar EW 4 wagons. Vertaald, als ik het goed heb, eenheidswagons die gebruikt worden door verschillende maatschappijen in Zwitserland. Dit is de standaard die je zult tegenkomen. Gewoon tweede klas. Deze heeft toevallig een fietsenafdeling. Zit een beetje te zien met die reflectie. Maar op sommige lijnen ga je eerste klas tegenkomen. En dat zijn deze dubbeldekker. Of dit is de oude kleurstelling van de dubbeldekker. Iemand heeft hier voor mij al allerlei poppetjes ingezet. Dank daarvoor. De vorige eigenaar waarschijnlijk. Zelf heb ik helaas niet in deze gereden. Wel weet ik dat deze wagons zelfs in Nederland hebben gereden. Als een soort van panorama rondje. En misschien zelfs wel met enige regelmaat om rondreizen te doen naar Zwitserland. Dit is de laatste versie die door Roco is uitgegeven. En deze heeft de Gotthard Panorama Express. Deze rijden dus in Zwitserland rond op bepaalde lijnen, onder andere uit mijn hoofd richting Koer. En als je geluk hebt, heb je dus van Panorama trein, heb je eerste klaskaartje, kun je dus in deze Visicom zitten. Helaas ben ik ze zelf niet tegengekomen. Ik had alleen. Ik heb veel meer in de retische banen gezeten. En daar ook alle panorama rijtuigen gezien. Deze die ik hier heb, de Gotthard Express Panorama. Die zit er nog geen poppetje in, is nog niet open geweest. Het is iets wat ik wel wil doen, denk ik. En misschien dat ik ook verlichting erin ga zetten. Dan zal ik iets moeten doen, ook met de stroompick-up van de wielen. Zo. Nou, omdat ze dus in Nederland hebben gereden, lange tijd terug, heb ik eindelijk dus een reden om ze op de baan te zetten. Ik heb een foto gevonden waarbij je deze zag, samen met nog wat ander materieel ook. Zwitsers kan trouwens deze kleurstellingen zijn geweest, maar in ieder geval met een 1700 ervoor. Nou heb ik hier een 1600 die ik als 1700 misbruik, dus dat gaat goed komen. Ook deze hier, lijkt me leuk om hier iets mee te doen met potjes en verlichting. En zeker dus ook deze andere panorama. Kijk, ze zijn helemaal compleet met de onderdelen, zakjes. Nou, helemaal blij. Iets anders wat ik nog wilde laten zien. Nou, het is een beetje show and tell. Het zijn de Eurocity treinstellen. En ook dit zijn weer dezelfde EW's. Maar met een iets andere kleurstelling. Iets anders laklaagje eroverheen. Zo. Dit is eentje waar ik zeker wel in heb gezeten. Eerste glas. Lekker ruim. En deze wagons die zie je dus op vele trajecten rijden. Van de SBB. Zo. En ik heb hier nog een lijstje met bestemmingen wat ik op kan plakken. Want dit zijn de Eurocity. Dus dit zijn de internationale treinen, de grensoverschrijdende treinen voor Zwitserland. En het viel mij daar al op hoeveel verkeer eigenlijk grensoverschrijdend was.
als laatste show and tell, iets wat je daar ook tegen zult komen. Ja, op bepaalde lijnen zul je best wel wat Deutsche Bahn materieel zien. Zo. En deze had ik al van Fleischmann, maar die zijn te kort. En dit zijn de volledige lengte. En hiermee wil ik een treinstam gaan maken voor de Berlijntrein. Wederom kan ik daar dus die 1600, 1700 voor gaan zetten. En ik denk als ik dat zo hoor dat ik meer 1700's nodig ga hebben. Deze heeft hier nog een hele boordbistro, dus een hele bistro afdeling. Dit is de treinstel met keuken. En deze is de, als ik goed heb, is dit de zitrijtuigen. Even spieken. Staat er niet op. Wel eerste klas. Ik heb hier ook nog twee tweede klassen van. En dat vormt een mooi begin. Ja, het is een beetje een bij elkaar raapsel van verschillende dingen die ik nog wil laten zien. Die misschien dan wel op de baan langs zijn gekomen. Maar ik denk dat het toch leuk is om ze zo eens te zien. En, ja, grootste plannen daarmee. Alleen wanneer, dat weet ik nog niet. Bedankt voor het kijken naar deze wat korte tussendoor aflevering. En binnenkort verwacht ik weer wat meer echte treinen te gaan laten zien. Want ik mag naar Oostenrijk met de trein. Daar heb ik zin in. Dus tot snel met wat andere soort filmpjes. En daarna is het weer, gaan we weer richting de herfst en winter. En heb ik weer wat meer tijd om hier op zolder bezig te zijn. Dankjewel en tot de volgende keer.